hoe dat dan precies zit in die hersenen. Want ik denk dan van, ja, je hebt het nu specifiek over muziek, maar je zou het ook kunnen hebben over bewegen. Tuurlijk. Waarom dan nu muziek? Zeker, omdat muziek heeft natuurlijk iets van een verrijking. Hè, die auditief, je hoort het, ja. Je bent ermee bezig, motorisch. Je kijkt, je moet muzieknoten leren lezen en al dat soort dingen. Het is een ongelofelijke verrijking. Het is elke keer weer nieuw. Elke keer nieuw. De fysieke wat die neuronen nodig hebben. Die zenuwcellen. Kijk, hier kijk je naar de buitenkant van de hersenen. Ja. Ja. Dit zit in je voorhoofd. Hier zit je neus. Als ik nou heel voorzichtig... Dit is de hersenschors. Overigens leuk om even bij Lashmi aan te vullen. Je zei dat je ook beter ging concentreren, hè, door met muziek bezig te zijn. De schors heeft als functie remming. Filtering. Dat betekent dat hoe beter de schors het doet, hoe meer je wegfiltert. Wat irrelevant is, niet belangrijk, niet leuk. En dan kan je ook focussen. Dan kun je je aandacht. Dus het is heel goed te verklaren waarom ze aan die muziek al zoveel had. Nou, dit is voor kinderen op school ongelooflijk belangrijk. Als ik nou zo'n heel dun laagje weghaal hier, met veel liefde en respect op de snijzaal op het anatomisch lab, dan zie je hier nog een stukje schors. En hier zie je zo'n lange baan lopen. Ja. Prachtig. Je moet even enthousiast reageren. Dat is mooi. Mooi. Ik vind het heel mooi. Goed. Dit loopt dus van frontaal helemaal door naar achteren. En dan keert het weer terug het brein in. Hier zie je nog een tweede baan lopen. Je hebt er ongeveer 18 van in het brein. En nou, juist muziek, hè, die pakt dus precies die baansystemen aan. Mm-hmm. Die zorgt ervoor dat die vezels, dat zijn allemaal hele dunne vezelsystemen, dat die sterker worden in verbinding. De functie is signaaloverdracht van het ene gebied naar het andere. Dus hoe hoger de kwaliteit van die bitterstof, hoe sneller het signaaltje gaat. En dat wil je. Je wil scherp zijn, je wil alert zijn. Initiatieven nemen, gemotiveerd. Het is gewoon onontbeerlijk dat je dat niet op school standaard hebt. Mm. Dat is duidelijk. Nou heb ik even voor nu, heb ik deze baan even uit elkaar geraveld in een studie die dat heeft gedaan voor mij, zal ik maar zeggen. En dan zie je een dunne lijntje lopen. Even in het volgende plaatje. Kijk, dus hier loopt weer die baan, maar nu zeg maar ingetekend. En wat je dan ziet, als je die baan een beetje uit elkaar rafelt in kleine stukjes, zie je, dat is steeds hetzelfde onderdeel van die ene baan. Als we nog even teruggaan, één tel snel, als dat mag. Gaan ze proberen. Top, ja. Hè? Dus deze baan is nu, in die volgende slide, is hij een beetje opgeknipt. Ja. En wat zie je dan? Hij reageert niet alleen fantastisch op muziek, maar ook zie je hier dat hij bijvoorbeeld meedoet met motorische controle, maar ook visoruimtelijk. Dat betekent, rekenen en taal hebben visoruimtelijke aspecten. Als ik aan jou vraag 18 plus 42, dan kijk je even zo in je gedachten ruimtelijk en dan tel je het bij elkaar op. Taal heeft ruimtelijk aspect, het ene woord naar het andere woord, ruimte. Dus mensen vragen, ja, we vinden het alleen maar goed muziek als het ook een effect heeft op rekenen en taal. Dat kan je lang niet altijd aantonen, maar je ziet wel dat het dezelfde netwerken zijn. Hier, kijk, dat kleine stukje hier. Taal, auditieve informatieverwerking. Hoe mooi is dat? En dat heeft allemaal met elkaar te maken. Het is zo complex eigenlijk, het brein. Het punt is dus wat wij elke keer opnieuw maken is, als je dus dit onthoudt aan kinderen, ja, dan mis je dus eigenlijk een enorme toevoer naar een systeem wat juist heel graag elke keer net iets anders wordt aangestuurd. Ja, en moet je dat blijven toevoegen? Natuurlijk. Of, ja? En dat is ook het punt wat wij met meer muziek in de klas willen. We willen natuurlijk niet alleen dat inmiddels 1 miljoen kinderen wel met muziek bezig zijn. De vraag is, hoe bestendig is het? Doen ze het ook als wij weer weg zijn? Of doen ze het een maandje of 2 maanden? En dat is wat wij natuurlijk nu vragen aan de minister en aan de staatssecretaris. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.